Ja, we staan in Beugen bij het museum en we staan hier bij Suzanne van Baarzen. Wie is Suzanne van Baarzen? Ik ben een beeldend kunstenaar en ik werk met textiel, zoals u kunt zien hier. En textiel is mijn basismedium en daar maak ik sculpturen mee en plat werk. En hier zijn voornamelijk sculptuurachtige werken te zien. Met kralen en haken is mijn basistechniek. En daar maak ik dan vormen mee. En daar borduur ik lijnen op, of vormen, symbolen en kralen. En dan komen er deze figuren uit. Als ik zo kijk, dan denk ik meteen, had je een oma of een moeder die ook heel veel met handwerk bezig was? Ja, mijn oma breide vroeger trui, maar daar kan ik me niet meer zo heel erg veel van herinneren. Mijn moeder maakt patchwork dingen. Dus een bepaalde liefde voor stoffen heb ik zeker wel van haar. Omdat dat zijn stoffen die ik ook zelf ook nog gebruik. En verder, ik had altijd heel erg iets met dat textiel, dat tactiliteit noemen we dat. Dat is echt zo'n textiel woord. Dat is dat aanraken en dat materiaal. Een soort liefde voor materiaal eigenlijk. En toen ben ik. Ik heb eerst architectuur gestudeerd in Utrecht. En toen ben ik naar de Rietveld gegaan. Daar heb ik textiel ben ik daar gaan doen. En daar ontdekte ik eigenlijk op die afdeling dat daar voor mij de manieren waarop ik al werkte, dat kwam bij elkaar. En ook dat met materiaal en kralen en stoffen en kleuren en printen, en dat kwam bij elkaar. Dus dat klopte voor mij heel erg. En toen is dat denk ik nog steeds meer gaan groeien. Nou zie ik heel verschillende figuren. Heeft het met bepaalde mythes te maken? Ja, ik heb een fascinatie voor mythes en oude goden. Vooral Egypte zit er heel veel in. Maar sowieso mythes en eigenlijk allerlei godenverhalen vanuit allerlei windrichtingen. Die komen wel steeds weer terug. Dat zijn verhalen die ik interessant vind. En ik vind het heel intrigerend dat die verhalen ook vaak heel veel op elkaar lijken. En dat het altijd over hele mensachtige wezens gaat. En het zijn ook heel vaak hele symbolische verhalen die je dan ook weer op het nu kan betrekken of op allerlei dingen. Dat vind ik heel inspirerend, ja. Ter afsluiting, een laatste vraag. Hoe zie jij de toekomst? Hoe zie ik de toekomst? zoals het met de wereld gaat op dit moment, zie ik de toekomst uiteindelijk heel positief. Op dit moment is het nog even lastig. En dat eigenlijk vooral. Ik zie het wel heel positief in. Maar ik denk dat we nog even wat te verhapstukken hebben. Nou, heel veel succes jij en wie weet zien we elkaar binnenkort wel weer ergens. Ja, dankjewel. Ja, we staan hier bij Ans Verdijk. Ans, dit is eigenlijk jouw ruimte waar jij thuis hoort, hè? Ja, dit is Alarm, kunstruimte. En ik laat hier altijd werk zien van andere kunstenaars. Ja, heel af en toe mijn eigen werk. Soms dat ik denk, maak er een soort depot van mijn eigen werk. Maar om de twee maanden is hier een andere tentoonstelling. Op dit moment is van Lichtwaken van Suzanne van Baarzen. En deze blijft dan tot 13 januari. En die is te bezichtigen elke zaterdag, behalve met kerst en met nieuwjaar. En op afspraak kunt u op mij mailen, mail@ansverdijk.com. Of mij bellen, 06-5-339-6229. En dan vind ik dat heel fijn wanneer je komt kijken. Het is toch altijd fijn als mensen geïnspireerd worden of te verrast worden. En die zijn dan hier en zeggen van, oh, dat had ik helemaal niet verwacht. Soms ga ik ook even de tuin in, want daar heb ik een adoptiepark met beelden. En we hebben hiernaast ook altijd een ruimte met voor de opening. Maar ja, nu is het heel slecht weer. Ja, anders nu gaan we maar niet naar buiten toe. Hè? Nee. Maar ik zou zeggen, heel veel succes. En er zijn de tijd, horen we zeker nog weer van jou. Ja, dankjewel, Mientje. Ik vind het heel fijn dat jij hier ook een gedicht komt opdragen. Nou, wij gaan even rondkijken. Prima, doei dan. Dit is gedicht, het is Alzheimerweek en het slaat daar ook een beetje op. De mens. Lappenpop op haar schoot. Haar eerste kind al jaren dood. Moeke, zachtjes noemt hij haar naam. Ze streelt de pop, ziet hem niet staan.
Moeke, ik ben Hans. Word eens wakker. Geef me een kans. Moeke, ze streelt de pop. Verbitterd kijkt hij op haar neer als ze vraagt: wie bent u, meneer? En het volgende gedicht dat gaat over een tafel. Een tafel eigenlijk wat een familiestuk geworden is. En dat is in het Boeksmeers in het dialect. De toffel. Voor de laatste keer loop ik door het ouderlijk huis. Daar stort de toffel, ooit het trefpunt bij ons thuis. Het zware houten blad draagt sporen van joren. Schroeiplekjes en een kring van een fles jonge kloren. Toch is het voor die toffel dat ik zie gekomen. Lang geleden het mijn brugke onbezonnen, de letters van zijn naam en een diepe kras, gekerfd in de toffel die van ons moeke was. Die avond is hij zonder eten naar bed gegaan, maar de letters zien er altijd blijven staan. Een maand later is het keltje verongelukt. Ik weet nog dat ik sneeuwklokjes heb geplukt. Voor ons moeke een teken van leven naar de herfst. De eerste bloemkes voor een brugke dat sterft. Ik lei ze op de letters, op je diepe kras. Gekerfd in de toffel die van ons moeke was. Die een dag had ons moeke naar een stoel verplaatst. Ze ging voor het zitten waar Jos zijn naam had gekrast. Soms raakte haar hand de letters, zo kreeg ze troost. Een wier te leven, te zorgen voor haar kroost. Nou is ook ons moeke voorgoed op prijs gegaan. Alles is gerund, maar de toffel die bleef staan. De herinnering aan Jos, aan die een diepe kras. Gekerfd in de toffel die van ons moeke was.